Dames en heren, van harte welkom bij Legends of Gaming seizoen 7. Zoals je ziet zijn we weer in de oude vertrouwde studio en daarvoor wil ik KPN bedanken voor het mogelijk maken daarvan. En Omen, hartstikke bedankt voor alle PC's en gear dit seizoen. Daarbij wil ik ook de Legends introduceren. We hebben een aantal nieuwe gezichten erbij, waaronder Marije, Acid, Stefan en Daniel. Maar onder andere natuurlijk ook Harm, mijzelf, Puk en Egbert zijn er ook weer bij. Seizoen 7 gaat uiteraard weer een flinke strijd worden. En uiteindelijk zal er maar eentje overblijven en die krijgt de titel Legend of Gaming. Maar naast die titel krijg je natuurlijk ook een hele mooie trofee. Is het de cube? Dat is de cube. Dat is de cube. Dat is een mooie hoor, dat is een mooie. Is dat glas? Waarschijnlijk. Let's check it out! Drop test! Maar om die trofee te winnen moeten we daar natuurlijk wel wat voor doen. Er zullen natuurlijk weer Mystery Legends langskomen en die zullen ons willen uitschakelen in de Danger Zone om onze plek uiteindelijk in te nemen. Maar er is meer. Naast de Danger Zones zijn er dit jaar ook Elimination Zones. Het is hetzelfde concept als een Danger Zone, maar de Mystery Legends die ons komen uitschakelen, die gaan niet onze plek innemen. Er valt dan gewoon permanent iemand af. Ja. Dus de groep van Main Legends wordt uiteindelijk steeds kleiner en kleiner. Luitjes, hebben we er een beetje zin in? Ja! Yeah. Dan gaan wij beginnen met Fall Guys. Oh nee. Yeah. Oh nee. My favorite! Daar zitten we dan. Fall Guys, wij zijn het team. De mensen op de bank zijn het team. De noobs, losers, noobs. Suckers, noobs, losers. Loser, Acid. Wij gaan vandaag bepalen wie er zaterdag in de Danger Zone naar voren komen. Wij moeten zo hoog mogelijk kwalificeren. Zij mogelijk dat uiteindelijk ook doen. Dan gaat het verliezende team gaat een free-for-all doen. De mensen op de bank, de noobs, de losers. Acid. Om dus drie mensen te bepalen die uiteindelijk naar de Danger Zone moeten. Zijn we er klaar voor? Jazeker! Yeah. Let's go! Let's go team, we got this! Yeah! Dus er moet niet één iemand finishen, joh? Nee, iedereen moet gewoon... Ik denk drie of zo snel mogelijk finishen. Iedereen! Ja. Leuk zijn. Iedereen! Ja. Ga je in drie, iedereen! Iedereen! Ik ook. Ja. Hey, hebben jullie ooit bij Formule 1 dat ze dat met die tennisballen doen? Ja, met die balletjes ook. Vasthouden. Ja. Zullen we dat zo doen? Als training. Oh, wie dan? Training. Was... Ja. Je moet zo die dingen vasthouden en die andere moet zijn handen erop ja, leggen. Ja, precies, precies. En dan kan je ze één laten vallen, ander laten vallen of allebei laten vallen. En dan moet je ze vangen zo. En dan moet je teruggeven. Oké, go team! Let's go, yeah! Ik ben de krokodil. Ik ben lichtblauw. Ik ben een roze alien. Let's get it. Got Egbert this. Bestaat niet. Let's go! Ik ben de koning. I'm a channel! Ik run, run, run! Hey, die dingen bewegen, pas op. Pas op voor die hamers. Ik ben al dood. Het is al gefokt. Nee, kom goed. Moet opnieuw, man. Moet opnieuw. Ja, maar dit is dus, deze map ken ik helemaal niet. Dit is allemaal... Je moet gewoon lopen. Alle dingen van this, Fall Guys ooit. Dit is new school Fall Guys. Niet eerlijk. Oh, we gaan hier naar beneden. Helemaal prima. Zal dat je bij die hex is, dat je gewoon naar niks springt. Ja, je moet gewoon vallen. Spannen voor je. Er zit van die slime. Ik ben goed in die hexes, man. Ik ben echt goed in die hexes. Kijk, kom maar. Stefan, heb je dat gezien? Ik zag dat eerlijk was hard, man. Ja. Even wachten. Dit is stop. No! Nee! Die liften duren zo lang. Ja, je moet geduldig deze wachten, zijn wel zeg maar. Echt. Maar wat komt hierna nog? Want ik heb deze map tot hier gespeeld, zeg maar. Ik weet ook niet wat hier komt. Wat zijn die tubes? Ik ben... Oh, no! Wat is goed, je dit is nog niet slag. Hier moet je geduld hebben. Ja, dit is goed. Oh. Ik sta bij die Chinese ballen nu. Chinese weet je wat Chinese ballen zijn? Wat maakt deze ballen Chinees? Ik ga niet zeggen wat Chinese come ballen on, zijn. Come ik ben on. Goed bezig, hoor. Ja, moet je handen... dan zo? Ja, zo. Ja. En dan laat ik hem vallen. Ja. En dan moet je hem pakken ja, en terug. Ja, het gaat nou al niet lukken. Oké. Okay. Oh. Nice. En liet ze bijna gelijk. Fucking hell, okay. Where are we going? Nee! 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 Oh, we zijn er! Dit is de finish al. Dit is de finish. Ik kom maar gewoon niet voorbij die ballen. De Chinese okay. ballen? Die Chinese ballen, nee, de... Oh, oké. Okay. Achtingsloze ballen. Daar ging even ik denk dat ik er ben. Ik denk dat ik er ben. Ja, ik ben het! Ik wat ben het! Is hierna nog? Oké, okay, wacht even. Nee! Dit ding is mijn eerste vijand, blijkbaar. Oh! Nee, Chili, je kan ook... You got this! Oh, Marije, je moet zo'n beetje er... Oh, lopen! Niet ja, springen, nee. niet springen! Huh?
Hoppa, oké. Niet springen. Je moet er nog voor de orde zo'n ding. Ja, you got this. Loop. Ja. En nu sta je... Iets verder. Op de rood staan. Let's go! Wow! Hey, en Donald. Ja, ze staan safe. Ze staan gewoon safe, hoor. We zijn binnen. Honderd op en het is dan. Lekker, man. Hey, makkelijkste potje van mijn leven. Hebben jullie gekeken of niet? Stefan. 9, hè? Stefan. Hey, close. Dat scheelde niks, hè? Niet overmoedigd zijn. Die mannen, die gaan zo meteen het eerste potje gaan ze 30ste worden. Hey, maar scheelt dit veel? Ik heb geen idee. De top 10 qualifier staat linksboven. Ja, we zitten sowieso top 10, dus we zitten al goed. Dus het volgende potje worden we weer... Maar als er nu iemand nog finisht, maar van een team wat al heel veel punten heeft, dan kunnen we nog verliezen. Hey, jongens, goed gedaan hoor, prima. Qualifier. Dit is niet de enige game die we spelen, toch? Maar hakken over de sloot. Ja. Precies. Nu krijgen we die sombrero's. Ja, nu krijgen we die rare max. Nee, niet zeggen dan. Je moet het... Wat dan? Ik manifesteer nu. Ik manifesteer nu de sombrero's. Niet uitspreken. Ja. Laat weten in de comments wat jij van de sombrero's vindt. Ik wil gewoon iets oud. Dit is die... Nee. Dit is weer lopen. Big fans. Ja, dit is lopen. Oké. Top. Ik ben benieuwd. Weet je welke ik altijd eng vind? Die met die staart. Die staart moet afpakken. Oh, die staart afpakken. Oh, die is echt zo leuk. Je kan dan ook gewoon 2 minuten stilstaan aan het einde van je dingen, want het boeit toch niks in het begin. Nee, ik vind die zo eng. Die is echt maar die gaan ze niet doen, zie ik. Deze is niet super. Ik ga niet liegen. Nee, deze is niet. Ik kijk er ook bijzonder tegenop. Maar dat is goed voor de enemies, is ook moeilijk. Ja. Zij kan zo weer alleen maar... Moeilijker. Ja. Straks doe je gewoon alsof je aan het spelen bent. Ik pak je controller en wij spelen. Oké, let's get it. Big fans, I have a lot of big fans. Nee, oké. Helemaal klamme handjes, oké. Oké, niet vallen dus. Nee, niet onder val. Top 7. Ik snap hem. Wat top 7 qualified? Ja. Je kan dus hè, over dat midden lopen. Dat is high risk, high reward. Met is hier de high risk. Ja. Oké. Mijn reward was de bodem al. Ik ga hier gewoon even wachten. Kijk maar, oh nee, dat is misschien toch ik zie mijn team links, man. Ik zie mijn team links pushing hard. Oh, dat was de verkeerde knop om te duiken. Oh, we hebben ook checkpoints, dus dat is goed. Dit is een makkelijke map, man. Ik had het fout net. Dit is de makkelijkste map van de game. Iemand gooit mij eraf. What the fuck? Ik heb iets sick gehad en deze komt sowieso op Fall Guys Place of the Week, man. Fall Guys Highlights. No, deze niet. Ik vind deze niet makkelijk. Ik durf hier niet over die rand te lopen, want net viel ik eraf. Ik zit bij een Sussie Among Us, jongens. Er loopt een Sussie Among Us voor mij. Oh, we zijn goed. We zijn zesde. Moeten finishen. Oh, nee. Come on. Ik was bijna eerste. Het is over. Waar zijn jullie? Nee, het is nog niet gedaan. Ik kan het nog doen! Ik ben binnen! Oké, ik ben ook binnen. Oké. You got this, Marije! Kom maar! Kijk, we staan zevende! You got this! Marije, waar ben je? I'm coming! Tweede! Ja! Let's go! Het is zo makkelijk, hè? Oké, gedeelde vierde, dat scheelt maar 1 punt. Lopen. You got this, Marije, je mag goed bezig. Ja, netjes. Ja. Ze heeft het nu door. Marije, je moet nu naar binnen. Je moet finishen. Oh nee! Marije, geen pressure, maar je moet nu naar binnen. Je moet finishen! Geen pressure. Oké. Geen pressure, maar je hebt 10 seconden. Oh no. Je hebt 10 seconden. Hoezo? Oh, neem je tijd, hoor. Ik zou even zeggen dat je... dit ook ik kan wel niet. Jongens! En Stefan! Man! Nee, niet. Goed gedaan, man. Nee, broer, jammer, jongens. Goed gespeeld. Hey, goed gedaan, man. Hey, dankjewel. Ik zie de pijn in die gezichten dan, hè. Wij zijn 8e geworden. Het andere team mag het proberen. Dan gaan we even lekker de rollen omwisselen. Jullie zijn Wie typt dat? Hey, Stefan. Maar hij doet mij na. Hij is mijn hond nadoen. Die verkeerde origineel. Yo, ik vind dit fucking grappig, man. Is hij TikToker? Ik vind dit fucking grappig. Hij kan dus springen, ja. Ik had daar net een tik. Van stinkt naar kak. Harappa. Kijk achter je. Oké, team Loser is net 8e geworden. Hey. Wij moeten dus hoger finishen dan hebben we gewonnen eigenlijk al. Dat moet doen zijn. Moet door ronde 2 heen komen en we hebben hem. Easy dub. Oké, hoe zien jullie eruit? Ik ben een lekkere worstelbroodje. Ik ben half boom, half worst. Oh, en ik heb een vogel in mijn boom. Ja, ik ben een kerstman. Wauw.
Ik heb echt je best gedaan, hè? Ik heb je over nagedacht, laat ik het zo zeggen. Ja. En die skins irritant, man. Van hun. Doe even normaal, denk ik dan. Gewoon de Tundra Run. Okay, dit is gewoon. Harm, heb je iets bijzonders in, Harm? Recht op rechts aan. Gewoon niet stoppen. Goed opletten. Ja? En dat is het. Harm, jij was het hoogste broodje, toch? Ik volg jou. Hij is het hoogste broodje. Luister, dit is niet goed. Ik kan je eerlijk zeggen, dit is moeilijk, kom op. Je hoort het ook, je hoort het ook. Paniek, hè? Stress hoor je. Stress. Paniek in het dorp. Ja. Want je zit helemaal in mijn scherm. Dit is een shortcut. Oké, een unit van de map houden. Ik ga dat een keer... Ik weet niet of ik weet niet of dit het moment is om iets te proberen. Nee, ja. Ik ben benieuwd of wij in deze gameplay vandaag wat guys zien vallen. Ik hou zoveel van jou. Ik heb al stress als ik dit spel gewoon voor de lol speel. Oké, ik ga de shortcut pakken, jongens. Ik weet niet waar jullie zit. Ik ga alles op. Wat is dat? Is dat links? Links. 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 Ik probeer het gewoon. Ik heb het ook gedaan. Oh nee. Oh, wat is dit? Wat idee was. Ik ken dit toch. Oh, dit gaat beter dan ik dacht. Je moet gewoon springen. Oh, dit is top. Dit is een dikke shortcut. Nee! Hoe doe je dat duiken? Nee! Dat was een kut idee. Oh my god! Dat was een kut idee. Ja, ik ben er! Hoe doe je dat duiken dan? Wacht even. Springen en dan vierkantje. Harm, je rent te snel. Wat is vierkantje? Ik sta letterlijk vooraan, jongens. Dit komt goed. Ja, ik sta redelijk achter jou. Ik ben echt fucking gelijk. Hey, Stefan is zwak. Hey, Stefan is de zwakste schakel. Hey, Stefan lijkt wel de zwakste schakel. Praat eens van het team. Hey, ik ben een dieseltje. Hey, maar dit is wel lekker. Shit! Oh shit! Oké. Okay. Nee, niet shit. Die halfpipe gaat helemaal lijken. Ik ga best wel oké, jongens. Ik ga eigenlijk stiekem best wel goed. Jongens? Ik ben gefinished! Nee, what the hell? Ik ook. Let's go. Let's go, team. Lekker. Let's go, team. Kom op, jongens. Okay, kom op. Maak Stefan, maak het worstenbroodje. Nee, ik moet nog door de Chinese ballen, hè. Wat maakt die ballen nou Chinees? Weet jullie wat Chinese ballen zijn? Nee. Die belletjes. Nee. Ik wil je graag begrijpen, maar dit is echt een taalbarrière. Nee. Jawel. Ja, ga ik goed? Jawel. Ja, we staan zesde. We staan jij bent het krokodil, hè? Ja, ik zit naar jou te kijken. Oh, ik zie je. Hey, Steven, je moet hier met de baan mee. Dus je moet, denk ik, midden. Je moet nou over de hexagons en dan... Juist, heel goed. Ja. Hier de rechts omheen. Dat is het beste. Ja. Binnen. Er is nu iemand anders al. Stefan, je moet springen duiken daar. Springen duiken. Behouden rust. Via rechts. Goed, heel goed. Heel goed. Duik erin. Boom. Duik erin. Ja. Let's go. Ja hoor. We hebben hem. Goed gedaan, team. We zijn binnen. Hey, sorry guys, ik was wel lekking, man. Hij moest even inkomen. Nee. De shortcut was misschien niet heel slim voor het team. Nee. Kijk, die Chinese ballen echt niet. Nee. It's porno related. Oké. Maakt het niet duidelijker voor mij. Ballen, man. Ja. En dan? Maar wat maakt het Chinees? Oh, no. Het noemt Chinese bal. Oh ja. Oh, nee. Even kijken, dit ziet er wel uit als iets... Dit vind ik heel Deze is niet te doen. Oké, één niet tip. Te doen? Super rust. We komen hier waarschijnlijk niet heen. Dat kan ik jullie nu wel vaststellen. Okay. Hoezo? Wat is dit voor deze is fucking moeilijk. Wat moet je doen? Je moet omhoog klimmen. Er komt slijm omhoog. Ja. Een soort van de vloer is lava. Dus het slijm stijgt steeds. Oh, maar je kan er heel makkelijk afvallen. Dus je moet en snel zijn, maar je moet voornamelijk goed opletten. Want je gaat gewoon rechts, links, rechts, links. Oké, volg het worstenbroodje dus. Deze is best moeilijk hoor. Ja, maar dit is gewoon niet eerlijk. Het universum is nou al tegen ons. Nee, ja, dit is wel naar hoor. Waar is het worstenbroodje? Ik moet het worstenbroodje En we starten ook nog achteraan. Dat is helemaal kut. Oh my god! Nee. Pas op voor die ping dingen. Kan niet. Het kan niet. Jongens, als je er nu aftijdt, krijg je een voordeel. Krijg je een bonus. En als je één keer valt, is game over. Eén keer valt, als het goed is wel, in de slijm dan ben je gewoon af. Ja. Come on. We gaan hier al mensen af namelijk. Focus. Gaat hij oprecht niet om als je eerst eindigt? Je moet gewoon finishen, daar gaat het om. Nee! Kut! Oh, je kan daar niet tegenaan grijpen, nee? Nee, dat is niet oké. Okay. Oh. Dat is niet slim. Jongens, ik zit vast. Dit wordt. Je kan omhoog springen. Nou, hier kan je omhoog springen. Je kan niet over die randjes heen lopen. Ja, Daniel, dat is ook af. Oké, dat is één. Oké. Nee, dit is niet. Harm, echt, carry ons alsjeblieft gewoon. Echt aan het bidden, hè? Harm gaat finishen. Harm gaat zo finishen. Ja, vast wel, maar. Nee! Hij kan het niet in zijn eentje dragen. Stefan! Nee. Steven, je leeft nog? Nee. Gewoon rust gaan. Heel rustig. Oh. Nee! Oh mijn god. Harm, je gaat lekker. Harm, jij, you got this. Kom op. Oh nee! Nee. Wat is dit? Dit is niet goed voor je. Echt, dit is niet oké. Tik me naar voren. Dit is niet oké voor... Rustig gaan. Rustig gaan. Behouden rust. Oh, dit is zo spannend. Behouden rust.
Dit is nagel bijten. Dit is niet oké. Okay. Dit is echt niet oké. Okay. Dit lijkt. Oké. Ja, is dit een. Boom! Oh. Let's go. Oké, we staan nu op derde. Dat is top. Ja, Stefan is er ook al. Jo, we hebben hem. We hebben hem. Focus. De rest is al dood, hè? Duiken. Ja, top! Gedeeld eerst. Gedeeld eerst. Je hebt het arm. Ik ben eerste. We zijn eerste, gat. Let's go! Dit is hem gewoon. Ja. Hey, deze is voor een feestje. Dit is gewoon een deentje zo'n fun, hè? Het is done. We moeten gewoon gamen tegen Frank Lammers. Daar heb ik zo geen zin in. Maar is dat Frank Lammers? Nee. Ja. Oh. Maar dat betekent dat we gewoon kunnen chillen nu. We kunnen chillen. Hey. Dit is lekker. Maar we hebben nu gewoon gewonnen. We zijn gewoon first. En we safe. First squad. Met Frank Lammers. Nee, iemand van ons kan nog door. Ja. Eén van ons kan nog door en de rest van de drie zit in de deze. Eén van ons gaat nu door en dan is het zeg maar drie tegen de guest. Is het about guest, Jos? Nee, het wordt een beetje. Eén van de losers kan zich nog safe spelen. Wie zal het zijn? Je ziet het zo meteen in Legends of Gaming. Ik ben er met je doorheen. Stuk tv's hier. Goed. Wij verliezende team. Hè? De spanning is team loser, let's go! Yeah. Yes! Woo! Maar nu zijn we allemaal individuen. Wat? We staan hier allemaal voor onszelf. We zijn geen team meer. Nee, we zijn geen team meer. Nee. Ik kan je nu gewoon lynchen. De vriendschapsbanden die opgebouwd waren. Poetsie. Alles is weg. Alles is weg. Ik ken jullie niet. Je merkt het, is een verliezer, meteen de teamspirit eruit. Ja, het is klaar, hè? Hebben wij gewoon even gebroken. We gaan een potje free-for-all doen. Dat betekent dat het ieder voor zich is. Als we allemaal afvallen in een potje, telt hij niet. Als er drie afvallen in een potje en er is eentje over, moet die finishen. Anders telt het potje ook niet. En zo houden we eentje over. Als diegene wint, is hij safe. En dan gaan de andere drie naar de danger zone. Yee. Dus we kunnen beginnen. Woo. Let's go. Wat is dit nou weer? Laat in de comments weten wie jij denkt dat hij gaat winnen. Maar ik weet het wel. Ik weet het Track attack. Oh, wat een chaos. Okay, ik ben nog steeds lichtblauw. Ik wil dat niemand tegen me praat. Hey, geen good luck. Echt, hè? Oeh. Wat een complete chaos. Hey, ik ben deze aan het speedrunnen. Nee! Hoe viel ik daar niet tussendoor? Ik denk dat ik echt een world record aan het zetten ben. Zonder klap tegen mijn Fall Guys video. Ik heb een world record. Je gaat hier nog een video over maken. Reageer op ik, dit. Ja, reageer op hoe ik een world record pak tegen Fall Guys. Holy shit, hè! Wat de fuck doe jij? Hij heeft gisteren nog even gespeeld, 100%. Niet mij afleiden! Je kent deze map, hè? Echt reukelijk. Ik ben een Fall Guy. Ja, en de verliezer valt af. De verliezer valt. Je hebt sowieso geoefend, Egbert. Hè? Huh? Je hebt geoefend. Ik heb dit nog nooit gespeeld, man. Ja. Het is wel de eerste keer dit spelen. Maar je bent ook een finisher. Ik ben één. Loop is door, man. Ik ben op mijn belly aan het sliden. Oei, er ligt al één wat uit. Er ligt er één uit. Hoe garandeer je naar de danger zone? Nee, maar, ik was niet eens zo. Ik was vierde. Een paar seconden erna. Maar dat maakt niet uit nu toch, puntjes? Nee, wij zijn nu binnen. Okay. Dus nu, ik vond het wel gezellig met jullie. Ja. Hey. Je legt er nog niet uit, het is nog niet gedaan. Op hetzelfde geld is de mystery guest nog slechter. Heel slecht. Ik ga nog nu alleen naar de danger zone. Gaat het Frank Lammers zijn? Ik hoop het. Oh, deze vind ik leuk. Deze is easy. Oh shit. Hier zit geen enkele sombrero in. Ik vond niet dat dit easy was, man. Soms ook bommen, hè? Soms komen er bommen langs. Deze, er zit nieuwe. Wat zit in het midden nou weer? Hacking moment. Update. Ik speelde deze in mijn youth. Oh, iedereen gaat over datzelfde millimetertje heen, wat een chaos. Oeh. Oh. Ik heb moeite met de banaan. De banaan is lastig. Ik word geschept door een meloen. Oh, er zijn nog twee qualified, drie qualified. Nee, maar jullie zeiden toch dat deze easy was? Ja, maar hij is veranderd. Egbert is klaar. Egbert is klaar? Ja. Hè? Ze is nog bij de start. Ongelooflijk. Jij zit ook gewoon in die Discord te Fall Guy. Is dit je eerste potje of niet? Ik denk dat Daniel Lippens in die... Ik ben goed. Nog vier. Ik heb een window. Ik heb een window. Ik heb een window. Ja! Ja hoor, eens in de winnen. Ah, mooi. Wauw. Ik ga denk ook gewoon naar die Danger Zone, joh. Gezellig. Ik vind het wel gezellig. Oei! Nee. Het wordt een 1v1! No! 1v1! Sushi! Oké, dat betekent dat we nu
De ultimate 1v1 pakken. De ultimate 1v1. Wie is de beste? Val speler. Hoe bedoel je val speler? Val guys. Lekker, hey, lekker man. Die komt in de highlight. Deze is sowieso een KPN topplay. Ik heb stress. Ik heb warm ook. Ja? Je nat zweet. Ik voel ook wel spanning. Ik voel ook wel spanning. Dit is kut. Maar dit is een easy mappie. Dit is een gratis winnetje. Okay. Als je bij deze er al afvalt, dan moet je dat spel eraf knikken van je computer. Ja, ja. Oké, wie zetten jullie geld in? Ja, ik ben wel voor Acid, man. Underdark, toch? Oké, 1 voor Acid. Egbert, ik, ja. 1 voor Egbert. Ja, Acid. Ik zet hem ook op. Nog 1 voor Acid. De appels zijn voor Egbert. Ik wil even leuk dan. Oké, dan ga ik ook voor Egbert. Yo, iemand is als blikje focus drink. Hoe vaak mijn duim zit nu? Maar dit is gewoon rustig. Is dat een strat? Zo de hele tijd springen en duiken? Volgens mij ga je dan niet sneller. Nee, volgens mij is dat ook niet sneller. I am a well-known strat. Ik heb wat scoops uit de Daniel Lippes Discord en dat is geen strat. Ik heb gehoord dat Daniel Lippes dit elke avond speelt in zijn Discord party. Niet waar! Niet waar! Dat is een leugen! Ik heb gehoord dat DJ Chesto erbij is, hè? Elke avond. Niet afleiden. Gaat goed. Full focus ben ik, jongens. Full focus. Ik ben nog nooit zo gefocust geweest in mijn hele leven. Dat is lekker. Oh, nee! Hij doet waarom? Het zo! Waarom? Het is zo makkelijk. Nee, we hebben alle tijd. Hij was zeg vijfde of zo. Wachten! Rustig. Ja, dat is wel netjes. Okay. Heb je dat gezien? Okay. Delayed place. Okay. Hey, freezing puma! Fuck you. Hey! En dan nog daar bij de finish tegengehouden worden door iedereen die hem zo vasthoudt. Ja, ik wel die guy. Oké. Okay. Nog 33 mensen. We zitten er allebei nog in. Players. Dit wordt hem. Ik dacht dat Sombrero's al langs in het laatste. Sombrero's zou wel Sombrero's krijgen. Zijn, ik word gek. Ik word gek. Je hebt zo'n opbouw nu gekregen. Ook compleet. Okay. Skyfall. Oké. Skyfall. Van James Bond. Ik heb deze nog nooit gespeeld. Deze is zo easy. Maar dit is punten scoren. Huh? Je moet door alle bronzen. Oké. Okay. Je krijgt het meeste punt van alle bronzen. Nee, je moet gewoon kwalificeren. Je moet door alle bronzen moet je invallen. Moet je wachten voor punten of niet? Nee. De bronzen. Gewoon zo snel mogelijk gaan. Oh, wacht. Je moet wel 15 punten halen. Oh, wacht even, ik ben even anders kwalify je niet. Hey, dit kan wel lekker. Ik heb al 11. Hé? Ik ben insane. Hoe bedoel je, ik heb al 11? Ja, je moet wel door de hoek springen. Ja, bro, ik heb deze easy. Ik denk dat ik het nu ga hebben. Oh nee. Hoe ben je nu al? Gespeedrun. Gaat Egbert afvallen. Oh shit, hij is al binnen. Hij is er nu al. Ja, zelfvertrouwen is geen gebrek in België. Maar jij hebt nog even. Is niet goed. Nee! Jawel, bro, er zijn nog maar 2 gekwalificeerd, je hebt al 7. Hoezo ga je mij aanmoedigen? Dit is de 1v1, hè? Ja, het is tegen elkaar. Ik denk dat die video gewoon nice wordt, toch? Oh, dit doe je voor de content. Ja. Op mijn content, man. Kijk eens. Nu dive. Easy. Hier is er nog één. Ja, nu gewoon in de middel. Easy! Lekker. Don't betray my friends, snap. Don't betray my fucking friends. Er zitten nog allebei in. Oh, deze ken ik niet. Deze is nieuw. Daar is mijn voordeel is weg nu. Oh, jij kende tot nu toe alle maps? Ja, tuurlijk ken ik tot nu toe alle maps. Ik speel dit spel elke dag in de Daniel Lippes Disco. Oh, ja, nee. Onderschat ik. Ik zit daarbij met DJ Chesto en Frank Lammers. Hey, good luck, man. Hey, good luck and have fun, hè. Wat moeten we doen? Ik weet het ook niet. Press the lid button. Yo, deze buttons zijn lid. Maar er is een team game. Nee, je moet gewoon 5 knoppen indrukken, zo snel mogelijk. Waar zijn die knoppen? Moet je anticiperen? Je moet die gele volgens mij hebben. Ja, maar er zijn geen gele knoppen, zijn allemaal groen. Links, hij zit! Ja, maar hoe spring je? Gast, er was links heen. Ja, je moet gewoon die gele knoppen vinden. Ja! Oh. Lekker! Oké, die heb je wel. Hé, wat doet hij? Hoeveel heb jij? Ja! Oh. Ik ben in it to win it! Ik heb hem! Lekker! Ben je weer als eerste? Ja, moet ik weer bij je posten. Nee. Hier een kopje, ik ga deze jatten pakken. Je kan niet door het portaal, denk ik. Kijk eens. Easy. Oké. Nog twee. Nog twee? Oké. Er zijn nog maar 4 door. No! Dat was de sessie. Dat was de sessie, hij pakte mij, hè? Naar beneden. Ja, deze man pakt hem al. Het is niet goed, echt. Het is niet goed, het is helemaal niet goed. Ja. Pak hem. Dubbel. Lekker. Oh man.
Oh man. Die finale wordt 1v1, hè? Hey, maar dat is nice. Stel je voor, je pakt die crown nu. Zo. Hoogtepuntje. Ja, inderdaad. Nummer 1, nummer 2. Play of the week. Ja, yo, dit wordt een KPN toplace. Oh no. Yeah. Oh ja hoor, dit is een map waar je zo'n hekel aan hebt. En jij hebt die kutstrat, Tim. Welke kutstrat? Gewoon dat, gewoon bunnyhoppen. Dat is wat Bardo doet. Doe wat Bardo zou doen. Bardo moves van 10 smoesjes. 10 smoesjes om niet... Ja, dat is een strat, dat is een strat. Geen opnamedag bij te maken. Hé, hey, wat doet hij, wat doet hij? Oeh, daar ga je gelijk voor 2. Oh, kijk, Egbert voor zich alleen, hè? Kijk dan. Ja, oh, Egbert is nog een niveau op. Ja, zo. Rustig, rustig. Eigen pad, eigen maar pad. Kijk, die paas is wel. Hé, hey, dit wordt spannend, man. Ja. Eerlijk. Ik moet gewoon langer spelen dan Acid nu. Welke kleur zit jij, Egbert? Het is niet naar beneden Egbert vallen, het is gewoon overleven. Oh, jij zit hieronder precies. Shit, 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 shit. Oh my god! Ja, oh my god! Ze zitten op dezelfde dag leven, zeg maar. Echt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, Acid gaat de rand clearen. Kap, 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 kap. Bro, kap één keer. Kap één keer hiermee. Oh. Kap één keer hiermee. Egbert is lekker rustig aan het doen. Oh, kap, jij bent, jij bent mij aan het trollen. Jij bent mij aan het trollen. Afgesneden. Waarom zit deze daar? Nu val je door. Ja. Hé, hey, dit heb je, man. Oh nee. Nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh. Echt, hij heeft het al. Het is klaar. Ja. Ik ga de crown pakken. Ik ga die crown pakken nu voor moet jou, je wel winnen. Deze is voor jou, man. Doof van spanning, hè? Ja, 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 spanning. Nog één man tegen eentje. Maar die heeft al die ruimte waarschijnlijk in zijn eentje, of niet? Nee, al die uren in de Daniel Discord heeft geholpen. Oh, kut! Oh, nee! Waar is hij? Tweede. Hey, goed gespeeld, man. Lekker gespeeld. Dames en heren, dat betekent... I'm going to the danger zone. Dat Don, Acid en Marije in de danger zone zitten. En dat ik voor het eerst ooit in de geschiedenis van LOG niet in de eerste ronde eruit lig. Hey! Hey! Dank je wel voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te commenten wie jij denkt dat de Mystery Legend gaat zijn volgende week. En dan zien we jullie... Het is niet volgende week. Komende zondag, zaterdag. Wanneer is het? Zaterdag. Komende zaterdag hebben we de Danger Zone. Er komt een nieuwe Mystery Legend. Ben jij nou benieuwd wie dat is? Laat weten op Instagram. Comment op de post. Want Omen die geeft daar een hele toffe prijzen. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Te commenten. En dan zien we jullie komende zaterdag. Houdoe! In de Danger Zone. In de Danger Zone. Dat is dat liedje van...